Met trots kan ik aankondigen dat Vodafone als eerste telecombedrijf in Nederland 5G activeert. Eind april zal meer dan de helft van het land over een 5G-dekking beschikken. En na de zomer kan heel Nederland profiteren van de voordelen van 5G. Voor deze start met 5G maken wij slim gebruik van de bestaande frequenties en dezelfde antennes die we nu al gebruiken voor 4G. Deze aanpak is mogelijk omdat wij met onze partners ons giganet al hebben voorbereid op de komst van 5G. Hierdoor kunnen consumenten en bedrijven de nieuwste mobiele generatie zelf gaan ervaren. Want 5G is een evolutie die deuren opent naar nieuwe mogelijkheden. Meer dan ooit beseffen we hoe essentieel mobiele verbindingen zijn in onze samenleving. 5G biedt ons daarbij steeds meer capaciteit, hogere snelheden en lagere responstijden op de mobiele netwerken. Zo gaat met 5G mobiel internet al razendsnel en wordt echt real-time multiplayer gamen op smartphones een werkelijkheid. Daarnaast opent 5G talloze nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de landbouw, slimme steden en de groei van Internet of Things. We kunnen 5G nu al toepassen met onze bestaande frequenties en de bestaande antennes dankzij een technologie die spectrumdelen heet. Met deze slimme netwerktechnologie van Ericsson kan ons netwerk dezelfde frequenties gebruiken voor zowel 4G als 5G-verbinding. Het netwerk kan zich daarbij razendsnel aanpassen aan de mogelijkheden van de telefoon. Nu behoort Nederland al tot de beste netwerken ter wereld. En om die koppositie vast te houden, investeren wij continu in ons giganet. Zo bieden wij op steeds meer plekken supersnel 1 gigabit internet via het vaste netwerk zonder te graven. En nu, met de toevoeging van 5G, willen we Nederland ook de meest moderne mobiele infrastructuur bieden. En zo zorgen voor nieuwe verbondenheid en nieuwe mogelijkheden.